Op dinsdag 1 september wordt tussen Venlo en Luik de vierde etappe verreden van de Ronde van Spanje. Robert Geesink gaat samen met ploeggenoten Pieter Wening en Paul Martens alvast de laatste 90 kilometer van de etappe verkennen. We kijken even naar die vierde etappe. En, ja, ik wou toch deze kant op omdat ik morgen nog in een criterium rij, zeg maar, hier in de, of ja, niet zo heel ver vandaan. Dus blijf ik een nachtje hier en ja, ik denk als het toch in de buurt is, dan gaan we toch even kijken. Waar zijn dingen waar je op let? Ja, gewoon het parcours, hoe het loopt. Ik bedoel, waar je heen gaat, wat voor klimmetjes erin zitten. Ja. Ja, heb je het al even bekeken, zeg maar, ook op papier, van welke beklimmingen er onder andere in zitten? Ja, op papier. Ja, het zijn niet echt super bekende beklimmingen die erin zitten, maar het is toch altijd goed om even te kijken. Ja, want deze omgeving, Amsterdam Gold Race, nou heb je goed gereden natuurlijk dit jaar. Het is wel een parcours wat je ligt, denk ik. Die vier etappen. Ja, ik weet het niet. Het is even zien. Ik denk, de laatste kilometers zijn vlak, dus het is niet echt zo dat, ik daar het verschil ga maken. Zo. En het zijn ook niet etappes die voor mij heel erg belangrijk zijn in de Vuelta. Maar ja, natuurlijk, alle etappen zijn belangrijk als je een klassement wil rijden en je wil daar geen tijd verliezen. Dus het is altijd goed om even te kijken. Het Nederlandse deel van de etappe gaat vooral over het parcours dat voor Robert Geesink bekend terrein is. Het Belgische deel tot aan Luik is minder bekend voor Geesink. En daarom is het goed dat gedeelte een keer gefietst te hebben. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zo worden de renners plotseling opgehouden door een processie. Dit gaat nog wel even. Dus eigenlijk eerst maar dat stukje nu van Mergelaan. Ja, ja. En af en toe is het ook zoeken naar de juiste weg. Maar eenmaal op gang blijken de laatste 60 kilometer van de vierde etappe zeer lastig met wegen die op en af gaan. Ja, ik denk het wel. Het is lastig. Het gaat de hele dag een beetje op en af. En echt de grote namen van de grote klimmen zitten er niet in. Maar ja, het is toch wel een lastig rondje. En plaatselijke ronde hier in Luik nog. Ja, Luik is natuurlijk, gaat allemaal op en af. Dus ik denk dat het tot aan de finish toch gewoon een flinke slijtage gaat worden.